Ik kan hierop en dan op alle drie. En dan op die en dan op die. En dan doorspringen. En dan door en dan door. 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 Ik ga dit halen, man. Ik ga dit halen. Dit was volgens mij de laatste enemy. What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Vandaag gaan we weer Mario Maker 2 level spelen van kijkers. En oh ja, ik heb zelf ook een nieuw leveltje gebouwd. Speciaal om jullie te bedanken dat ik 20.000 subs op YouTube heb. De code staat hier. Kijk, hier zo. Het eerste level wat ik vandaag ga spelen is van Shippen. Het level heet Goomba Valley en ik zou hem kunnen speedrunnen. Oké, okay, let's go. Speedrunnen, maar eerst wel even deze paddenstoel pakken. Oh, wacht. Oké, okay, Goomba Valley. Oh, ja, yeah. Bam, oké. Okay. Valley? Ja, hier Valley. Moeten we even oppassen, jongen. Oh, hallo? Op je... Oh, niet op je bakkes. Ik wou op je bakkes, maar je sprong zelf al weg. Wacht even. Speedrunnen, maar... Oké, wacht. Dit wordt wel moeilijker. Ja, oké. Ik ben er doorheen. Nice. Dit wordt geen speedrun, man. Sorry, Shippen. Dit wordt totaal geen speedrun. Ik chill hem gewoon. Oh, shit. Ik ben geraakt. Lekker Nederlands, Rick. Wel een lekker themaatje trouwens. Lekker rustgevend dit. Bob. Bob. Oh, eentje van die Goombas heeft waarschijnlijk een sleutel. Een sleutel. Deze niet. Heb jij één? Hallo, Flying Goomba. Heb jij er één? Nee? Wie heeft de sleutel? De laatste? Oh, nee dus. Waar is de sleutel? Hierboven, hidden block. Ja. Ik had al zo'n vermoeden, hè. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon zo'n vermoeden. Oh, vet. Oké. Jij gaat ontploffen, vriend. Oké, dit is wel leuk gedaan. Bam! Dat vuurtje zet die bommen on fire en kabliggy blam. En dan komt daar de sleutel. Hoppa. Oké, dit is leuk gedaan. Leuk gedaan. Oh, dat pijltje staat beneden. Ik had dat pijltje iets hoger neergezet misschien. Als het iets hoger stond, dan had het iets meer logica geweest dat daar een hidden block was. Maar, sowieso vet level. Ik ga hem nogmaals niet speedrunnen. Ik mis een checkpoint trouwens. Als ik nu dood ga, dan ben ik echt de Sjaak. Ik wil niet dood. Ik wil... Dat dus. Ik was... Zo bang voor die Goomba. Ik denk, ik land nu kuit op die Goomba's hoofd en dan... Nou ja, net niet, zeg maar. En dan ben ik dood. Oké, jump en hoppa. Die muntjes pakken. Oh, oppassen voor al deze freaking Goomba's. Man, you love Goomba's, man. Het is oprecht de Goomba Valley, dit. Bam. Hop. Bap. Jump. Ja, jumpy en op de paal. Hoppa, lekker. Ik snap dat dit speedrunnend een grotere uitdaging is. Het volgende level is van Hotspots. En hij heet Cats Don't Like Fire. Cats Don't Like Fire. Pak minstens 30 munten en bereik de finish. Ik word Cat Mario, hè? Ja hoor, ik word zeker Cat Mario. Hoppa, oké. Wacht. Nee. Ik snap hem helemaal. Oké, hoe gaan we dit doen? Rick, ga nou eerst eens even rustig kijken. Rustig aan. Dit is heus niet zo moeilijk. Jij moet nu gewoon hieronder gaan. Juist. En nu? Rick, onthoud. Ga daar waar geen blokje is, oké? Ga daar waar geen blokje is. Dus hier. Ja, oké. Ga waar geen blokje is. Maar niet te snel. Ja, nu ben ik hier. Ja, zover was ik nog niet. Ja. Ja, oké. Oh, ik heb het net gehaald. Oké. Goed zo. Ja, oké. Ik heb nu de sleutel. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al, dat helemaal fout zou gaan. Ik ben niet zo goed met Cat Mario, jongens. Kan ik nog terug? Ik kan nog wel terug, toch? Ja, oké, gelukkig. Ik kan nog wel terug. Ik hoop niet dat ik dit 6 keer moet gaan doen. Dat zou ik niet zo... Kijk, ik krijg hier de muntjes. Oh, gelukkig, man. Ik kreeg daar gewoon de muntjes. Ik dacht dat ik dit nog 6 keer moest doen. Thank you! Bam! Leveltje gehaald. Lekker hoor. Bam! Lekker! Oké, dit was wel leuk. Maar het was wel in het begin... Ik vond het wel toch wel lastig hoor. Het volgende level is van Tin Dragon Master. Het heet de 8 Air Challenges. En het schijnt nogal een moeilijk level te zijn. Oké, let's go. Ziet er nu al moeilijk uit, inderdaad. Ja?
Oké. Dit hebben we gehaald. En nu? Zo omhoog. Ik moet een klein beetje heen en weer. Ja. En nu naar die deur. Wat? Nee, man. Geef me dan op zijn minst een power-upje. Of een checkpoint. Ook goed. Ja, oké. Hier. Dit haal ik. Ja, top. Oké. Hier kan ik naar boven. Hier moet ik een beetje heen en weer zwaaien. Ja, oké, dit halen we. En dan... Oké, dit halen we ook. Mag ik nu een checkpoint? Please. Kijk hoe ik dit nou weer ga doen. Laat ik in ieder geval alvast dit vastpakken. Kan ik nu in één keer naar boven? Ja, nee man. Het beste kan je hier gewoon tempo maken, denk ik. Oké. En dan dit. Misschien kan ik daar wel tussenin, hoor. Wacht even. Misschien mag ik die vleugeltjes gewoon aanraken. Ja, top. Die vleugeltjes mag ik gewoon aanraken. Dan moet ik alleen een goed moment vinden nu dat die zagen weg zijn. Ik denk dat nu is. Wacht. Nee, ik kan wachten. Ik kan nog chillen. Oké, chillen. Oh, zaag je? Ja? Oké. Deze hebben we ook gehaald. Ik krijg geen checkpoint van je, hè? Nee, man. Dit gaat allemaal vrij voorspoedig. Ja, deze is wel heel lastig. Dat laatste freaking dingetje. Ja, oké. Nu zijn we weer hier. Ja, ik vind dit altijd lastig, jongens. Ik kan dit niet halen. Ik kan dit niet halen. Ik ga het nog één keer proberen. Als ik het nu niet haal, dat stukje, dan stop ik ermee, man. Sorry. Nou, nog één keer. Dit is het. En dan ga ik het nu zonder draaien proberen. Dat haal je helemaal niet. Nee, dan ben ik er... Sorry, man. Dan ben ik er klaar mee. Te lastig, helaas. Laat even weten of jullie dit level wel kunnen halen. Het volgende level is van Lego Fan Star Wars. En die heeft dus ook een level gebouwd. Super expert level voor Rick. Ik heb net al een knijtermoeilijk level gespeeld. Niet nog zo'n level toch, jongens? Oh, wacht even. Ik heb sowieso een ster. Dat is sowieso top. Zit hier nog een ster? Ik kan hier wel een aantal spookjes verslaan, gewoon. Ja, oké. Ik ga door. Hier ergens naartoe? Oké. Dit ging net goed. Oh, nee. Vieze trollactie. Hier naartoe. Op de lopende band. Ja. Kijk, nu snap ik hem, hè. Let's go. Oké, sterretjes. Oh, en bloemetjes. Sterretjes en... Kan ik hier nog uit nu? Oké, gelukkig. Ik kan hier nog uit. Tenminste. Bro. You see this face? Zo zuur dit. Zo zuur. Ah, freaking trolley. Maar ik ga dit halen. Sowieso. Ja, nu niet daarin. Maar eroverheen. Ja. Zit hier weer een trollactie? Nee? Oké. Kan ik gewoon springen? Oké, cool. Kan ik hierin? Sowieso troll. Ik wist het. Dat toen ik erin ging, wist ik het gewoon. Freaking trolley, jongen. Oh, jij bent echt een grote troll. Jij vindt mij niet aardig, hè? Jij vindt mij helemaal niet aardig. Dat is het. Jij vindt mij een stomme YouTuber. En daarom ga je mij pijn doen met je level. Oké. Daar. Ja, oké, die moet ik hebben. Als ik die niet moet hebben, jongen. Als ik die deur niet moet hebben. Als het de verkeerde deur is, hè. Oké. Let's go. Oh my gosh. Meerdere Bowsers. Oké, ik hoef... Oh, nee! Nee! Wat is dit nou, man? Ik ga gewoon gelijk over Bowser heen springen, jongen. Kan dat? Nee, dat gaat niet. Laat maar. Oh, wat Hammer Bros dingen. Krijg ik een ster? Thank you for the star. Ik moet hier naar boven zeker. Ja, ik moet sowieso hier naar boven, jongen. Yes. Oké. Oh, en nog een ster. Nice. Mag ik dan hierin? Ik kan er niet meer in. Oké, dan ga ik gewoon hier. Ja, dan gaan we gewoon hier in de buis, oké? Waar kom ik nu uit? Ik vertrouw dit niet. Ik ga in deze buis. Dankjewel voor je checkpoint. Kan ik nu hierin? Ja, top. En dan kan ik nu ook die ster nog pakken. Jij gaat eventjes hier beneden. Dan zit hier een ster. Die ster die wil ik hebben. Let's go. Oké. Ja. Ja. En nu? Wat doe ik nu dan? Ik moet hier niet naartoe, hè? Moet ik naar boven of zo? Waar moet ik naartoe? Wat is deze level? Moet ik dan gewoon hier naar boven? Moet ik hier naartoe? Wil jij dat ik hier naartoe ga? Oké.
bijna alle puzzels zijn nu soort van uitgesloten, oké? Ik denk toch dat ik in deze buis moet. Ja, en dan niet in die. Ja, maar ook niet in deze. Met deze ga je mij sowieso ook trollen. Oh, hier kan ik geen eens heen. En als ik dan hier naartoe ga? En als ik hier naar beneden ga? Ja! Oh, snap! Ah! Wat een troll level! Maar hij was te doen. En omdat hij te doen was, vind ik hem eigenlijk wel heel leuk. Oh, wauw. Het volgende level is van Thijsige Thijs. En jouw level heet 30 Seconds in the Lost Jungle. En dat is ook wel zo'n moeilijk level schijnbaar. Niemand haalt dit. Niemand haalt dit. Oké, het is 30 seconden. Let's go en rennen. En dan moet ik eigenlijk dus bouncen op die beesten. Dan gaan we sneller, maar dan gaan we ook dood. Want dat halen we niet. Oké, laat ik in ieder geval proberen om... Ja, ja. Oh, daar had ik moeten bouncen. Dan zou... Oké, dit moeten we halen, jongens. Dit moeten we doen. Oké, ja, 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 ja. Ik zit in volle focus mode. Haal ik dit? Oh, net niet, net niet, net niet. Dit was een aardige run. Overheen. Korte jump, ah shit. Je hebt hier waarschijnlijk echt een goede, ja, een soort van patroontje voor, dat je dit kan halen. Ah, ik sprong helemaal niet. Ik heb een missie vandaag. Ik wil dit level halen. Ja, dan moet ik niet op die tweede mormol springen, want dat gaat hem sowieso niet worden. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Heb ik hem? Oeh, ik heb nog 15 seconden, maar ik moet nu nog een stukje doen. Ik moet nu nog een stukje doen, ik ben er nog niet. 14 seconden over. Ik moet nu naar de andere kant. Ik wil gewoon onderlangs. Ik weet niet of dat mag. Alsjeblieft, laat het... Dit mag niet, hè? Ik mag niet meer. En dan is de tijd om. Hé, maar de tijd is om terwijl ik daar ben. Dan is er sowieso te weinig tijd. Dan had ik echt meer tijd moeten hebben. Oké, dit gaat allemaal best wel aardig nu. Oké, de eerste deel ging goed. Maar ik moet nu dus blijkbaar echt wel bovenlangs. Dat wordt een klus, jongens. Om dit bovenlangs te doen. Oké. Let's go, let's go, let's go. Hou vol, hou vol, hou vol, hou vol. Alsjeblieft, hou vol, hou vol, hou vol. Nee! Ik was er zo bijna. Oh. Oké, het eerste stuk gaat aardig voorspoedig, maar ik heb nu nog maar 14 seconden over. Ik heb echt geen idee of ik dit kan halen, hoor. Nog een poging. Let's go. Ja, goed, 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 goed. Goed, goed, goed. Ah, nee, waarom pak je dat ding? Nee. Nee. Ik drukte denk ik de R-knop in net. Oh, shit, hé. Ik kan het eerste stuk ook gewoon elke keer via die beesten doen. Als je hem een beetje goed timed en een beetje goed... Nou ja, de knopjes op de juiste tijd indrukt. Maar ik doe het nu even zo. Dit gaat wel goed. Oké, oké. Dit was eigenlijk tot nu toe de perfect run. Let's go. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of dit de perfect run blijft. Ik kan hierop en dan op alle drie. En dan op die en dan op die. En dan doorspringen. En dan door en dan door. 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 Ik ga dit halen, man. Ik ga dit halen. Dit was volgens mij de laatste enemy. Het eerste stuk kan ik nu echt dromen, gewoon. Oké. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Jump erop. Oh, huh? 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 Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Haal ik het? Nee! Nee! Oké. Okay. Oké. Okay. Kom op. Ja. Ja, oké. Okay, dit gaat goed. Dan hier overheen. Hier overheen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, nu links of rechts? We hebben hem! We hebben hem! We hebben hem! Holy crap! Oh, dit was een van de moeilijkste levels die ik tot nu toe heb gespeeld. Met 0 seconden op de klok. Holy moly. Ah, wereldrecord erbij. Ah, yes. Oh, ik ga even bijkomen, jongens. Dit is het einde van de video. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze Mario Maker video. Abonneer op mijn kanaal als je meer Mario, Pokémon, Nintendo en Minecraft wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video, als ik ben bijgekomen. Mazzel.